أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mag Allah subhanahu wa ta'ala onze vasten aanvaarden en ons al onze daden accepteren, inshallah wa ta'ala. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons tot degene doen behoren die Hij vrijstelling geeft van de helle vuur tijdens deze mooie dagen en nachten, inshallah wa ta'ala. Ja, dat is veel beter, ja. Geer, inshallah wa ta'ala, het onderwerp is de ziektes van het hart. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen, heeft ons gemaakt in een vorm heel apart. Als je kijkt naar ons lichaam, subhanallah. En deze lichaam die bestaat uit verschillende lichaamsdelen. En in ons lichaam hebben wij twee belangrijke lichaamsdelen waarvan eigenlijk alles afhankelijk is. Eén van die twee is onze verstand, brein, l'aql. Een persoon kan medisch dat zijn verstand, zijn hersenen, kan medisch dood zijn. Maar zijn hart werkt nog, dan is hij islamitisch nog in het leven. Islamitisch gezien is hij nog in het leven. Omgekeerd ook. Een mens, zijn hart kan gestopt of niet helemaal functioneren, alleen met apparaten, et cetera, maar geestelijk werkt nog. Of zijn hersenen werken nog, dan is de islamitisch ook nog niet helemaal, tot hij helemaal stopt. Het draait dus, het leven draait om deze twee aspecten. En Allah subhanahu wa ta'ala ook, die vraagt ook van de mens, van jij moet je hersenen gebruiken om mij te leren kennen. Daarom lezen we in de Koran, heeft men geen aql, heeft hij geen verstand? Het is een teken, of er zit een teken in voor de mensen met verstand. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin ya'qilun. Inna fi dhalika la ayatin li qawmin li ulil albab. Dat is een teken. Daar zit een teken in van mensen met aql, mensen met verstand. Alles wat Allah spreekt onze verstand heel vaak aan. Er is zelfs een discussie onder wetenschappers van waar zit eigenlijk de aql, het verstand? Want we wijzen elke keer naar onze hoofd. Maar zit onze verstand wel echt in onze hoofd of zit het ergens anders? Hè? Dat is een hele discussie, daar ga ik nu niet over in. Van, zit hij echt in onze hersenen, onze verstand? Of zit het in onze harten? Er is een mening van geleerden dat een hart, daar zit ook het verstand in. Dat het hart ook het verstand is van de mens. Ja, dat zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Am lahum qulubun ya'qiluna biha. Hebben ze geen harten waardoor ze kunnen denken? Hebben ze geen harten waardoor kunnen denken? Ik heb zelfs gelezen dat sommige wetenschappers beweren dat het hart waar Allah subhanahu wa ta'ala over praat, dat is niet dat kleine hartje aan onze linkerkant. Nee, hij praat over de brein. Maar dat is verkeerd. Want dat is heel duidelijk in de hadith aangeduid. Dat als het hart, als Allah subhanahu wa ta'ala over het hart praat. En over Rasulullah over het hart praat. Dan praat hij over dat kleine vlees. Die hier aan onze linker, een beetje aan onze linker borstkas zit. Wie is belangrijk? Wie staat op nummer 1? Onze verstand of onze hart? Want heel vaak komen die twee in strijd met elkaar. Hè?
Heel vaak. Die hebben een grote strijd onderling. Het hart zegt A, het verstand zegt B. Wie moet je nu volgen? Sorry? Absoluut niet. Als je je verstand gaat volgen, kom je nergens. Niet altijd, daar niet van. Maar even, wie is nu het hoofd? Wie is de baas? In de hadith, Rasul zegt, Ala inna fil jasadi mudgha. Oh, er is een stukje vlees in onze lichaam. Ida saluhat, saluha sa'ir al jasad. Wa ida fasadat, fasad sa'ir al jasad. Als die goed is, als dat stukje vlees oprecht is, goed is, zuiver is, genezen is, niet ziek is, dan is het hele lichaam ook goed, genezen, perfect. Als dat stukje vlees ziek is, als die verloren gaat, als die verdwaalt, als die ziek wordt, dan heeft het effect op het hele lichaam. En dan zegt de Rasul sallam, Ala wa hiya al-qalb, het is het hart, en nu komt het, wa ashara bi usbu'ihi ila sadrih. Thalatha marrat sallallahu alaihi wasallam. En hij zei, het is het hart, en hij wees naar zijn, naar dat stukje hart, gewoon naar zijn hart. Hij zei niet, Ala wa hiya al-qalb, en hij wees niet naar zijn hoofd, sallallahu alaihi wasallam. Dus die wetenschappers die zeggen dat het hart in je hersenen zit, nee, te denken doen we met onze hersenen, onze verstand, onze mind, dat is een ander verhaal. En ook, waarom moet je je hart volgen en niet je verstand? Soms, tuurlijk, moet je met je verstand denken, maar uiteindelijk laat de beslissing door je hart maken en niet door je verstand. Als je je verstand de beslissingen laat maken, meestal dwaal je. Ik zeg meestal, tussen haakjes. Niet altijd, hopelijk niet, maar meestal ga je dwalen. Maar als je verstand gebruikt en uiteindelijk je hart volgt, komt dat altijd goed bij in de lijst subhanahu wa ta'ala. Want er zoals hij heeft gezegd, istafti qalbak. In de hadith, soms komt men met een vraagstuk. Ja, zeg, ik heb een vraag. Geer, inshallah. Is dit of dat halal of haram? Voordat je mij die vraag gaat stellen, is het halal of haram? Mag ik een ijs kopen met rente? Bijvoorbeeld. Voordat je mij die vraag gaat stellen, stel die vraag aan je hart eerst. Kijk of je rust vindt bij deze vraag. En vind je er rust bij dat, om dat te doen? Geloof me. Als je een zuivere hart, dan ga ik zo over praten, inshallah ta'ala. Als je een zuivere hart hebt, je hart gaat zeggen, nee, yirhamukillah. Die gaat gelijk afstand nemen van alles wat slecht is. Een zuivere hart, die neemt per direct afstand. Hij ziet en voelt van, hé, dit klopt niet, dit is niet goed. Daarom zegt de Rasul sallam, istafti qalbak, wa in aftaka nasu, wa aftauk. Vraag het, je hart. Stel die vraag eerst aan je hart, al krijg je fatwa's van, wie dan? Ook. Soms krijg je een ja, over een vlees, over welk product dan ook, over iets. Zeggen ze, nee, en toch je hart zegt, nee, dit klopt niet, dit is niet goed. Dan moet je ervan af blijven. Dat is je gevoel, dat je hart. En hij is ook, het hart wordt ook Malik Sultan, Sultanul Jawarih, genoemd. Sultan betekent, ja, Sultan, het is ook een Nederlandse woord, de koning, de Sultan van het lichaam. De sultan is het hart. Dus daar draait het allemaal om. Waarom geven we zoveel aandacht aan het hart? Waarom schenken we zoveel aandacht aan het hart? Waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala hem als de sultan gemaakt? Als het belangrijkste onderdeel van jouw lichaam, jouw pompje, daar ook leef je mee. Hè? Dat die roeh eigenlijk wat wij in ons hebben, dat zit daar in die pompje. In het hart. Als die roeh eruit komt, stopt het hart, stopt alles.
Waarom? Antwoord is, want de enige plek waar Allah naar kijkt, de enige plek in jouw hele lichaam, misschien weeg je, nou, hoeveel? Voor de dames 50, 55, hè? Voor de heren 80, 85. Sommigen zitten een beetje boven, sommigen zitten wat onder. Al weg inshallah alle 200 kilo, ben je zo'n, hoe heet het, die worstelaars van Japan? Simo, toch? Simo. Al weg inshallah 400 kilo. Het enige waar Allah naar kijkt, is dat kleine hartje, die eigenlijk, je hart is even groot als je vuist, zeggen ze. Onze harten zijn even groot als onze vuisten. En geloof me, heel klein is onze harten. En dat is waar Allah naar kijkt. Inna Allah in de hadith, zoals hem zegt, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah kijkt naar je lichaam. Hoe ben je groot, breed, dik, dun, weet ik veel, wat voor kleur je hebt. Wala ila suwarikum, je uiterlijk. Echt, beste broeder, Allah kijkt niet naar je uiterlijk of hoe je eruit ziet, beste zuster ook. Echt, Allah kijkt niet naar jou uiterlijk. Is leuk voor jezelf, is leuk voor iemand anders, maar Allah subhanahu wa ta'ala boeit hem niet wat voor kleur je hebt. Of je nou kilo make-up erop hebt gedaan of niet. Allah subhanahu wa ta'ala, het boeit hem niet. Waar Allah naar kijkt is, inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Walakin yanduru ila qulubikum. Maar Allah kijkt naar jullie harten. Daar draait het om. En wa a'malikum, en jullie daden. Al ben jij doodziek. De lelijkste van de lelijkste. Je bent pikzwart. Doet er niet toe. Je bent gewoon, ik weet het niet. Niemand die met jou wil trouwen. Niemand die jou wil hebben. Niemand. Zo lelijk ben je. Maar je hebt een goed hart. Dag des oordeels, dan krijg je de beste plek. Sayyidina Bilal radiyallahu anhu wa arda. Bilal. Habashi. Ra'suhu zabiba. Hij had heel klein van die kleine krullen. Niet lang haren, mooi lang haren. Was donker van kleur. Was een slaaf. Niemand die hem wilde. Maar omdat hij de mu'adhin was van Rasulullah sallam, omdat hij zoveel gedaan heeft voor de islam, Sayyidina Omar zegt over hem, hij is onze meester, meester Bilal. Hij noemt hem Omar, Omar. Omar noemt hem meester Bilal, Sayyiduna Bilal. Rasulullah sallam zegt tegen hem, ja Bilal, o Bilal, wat heb je gedaan in Gods naam? Hoe komt dat, dat jij eerder in het paradijs was dan mij? Ik heb jouw voetstappen gehoord in Jannah. Wat doe jij daar? Hij loopt nog in, hij is nog in, hij is nog in leven. Hè? Als hij zegt, ik hoor je voetstappen, alsof je al Jannah binnen bent getreden. Wat is het? Wat heb je gedaan, o Bilal? Dus het ligt niet aan uiterlijk. Abdullah ibn Mas'ud, deze man. Oh, misschien. Elke keer als ik aan hem denk. Kijk, pesterij stond al aan. Altijd. Hij werd heel vaak gepest door Sahaba. Omdat hij heel dun. Het leek wel alsof hij anorexia, of hoe zeg je dat? Ja, had. Heel dun. En een keer, hij ging een boom inklimmen, of een palmboom. En de Sahaba zaten beneden. En ze zagen zijn scheenbeen. Zijn onderbeen. Die was echt stokjes. En ze begonnen te lachen van, kijk, wat voor stokjes. Gewoon echt letterlijk stokjes. Dat vond hij niet leuk natuurlijk. Is dit naar Saslam gegaan? Hij zegt, ja, Saslam, ze lachen mij uit omdat ik zo dun ben en dit en dat. Wat heeft Saslam tegen hem gezegd? Tegen de Sahaba. Hij stond op tijdens de Jumu'ah. En hij zei, wallahi, lasaq ibn Mas'udin afdalu inda Allahi min jabali Uhud. Hij zegt, ik zweer bij Allah dat de scheenbeen van Ibn Mas'ud, al is hij zo dun, zo klein,
Maar bij Allah subhanahu wa ta'ala is die zwaarder dan Jabal Uhud, dan de berg Uhud. Waarom? Het gaat niet om de... Tuurlijk is het leuk om een mooi lichaam te hebben, maar dat is niet de doel. Onze probleem is, wij schenken zoveel tijd, wij spenderen zoveel tijd, zoveel aandacht aan onze lichamen. Maar waar het om draait, het hart, dan doen we ja, heel weinig of bijna niks aan. En ik ga jullie een vraag stellen. Als een persoon in deze wereld, een van ons, die zorgt niet goed voor zijn lichaam, wat gaat er gebeuren? Zeg maar. Gaat ziek worden als hij niet goed aankleedt, niet sport, niet gezond eet. Gewoon echt, het boeit hem niet. Eén, hij gaat heel, mashallah, breed worden. Hij gaat ziek, allerlei ziektes gaat hij krijgen, alles. Waar of niet waar? Omdat hij niet voor zijn lichaam zorgt. Precies hetzelfde. Maar als hij ervoor zorgt, mashallah, dan blijft hij aan. Blijft hij in de lijn, zeg ik het goed? Blijft hij in de lijn, dan blijft hij slank, dan blijft hij breed voor de heren, dan blijft hij goed, dan komt het allemaal goed. Precies hetzelfde. Als wij niet aan onze harten werken, hebben we echt een groot probleem. En ik heb het nu over, niet, als ik ga nu praten over de ziektes en over het hart, maar niet in de vorm van het hart vanuit de medische kant. Dat is niet mijn taak. Uit het medische vak, daar ga ik niet over praten. Dat laten we aan de artsen, doktoren over. Die weten van wanneer is je hart gezond en wanneer is je hart klopt niet goed en je bent niet gezond, je hebt hartziektes, etc. Maar daar praten we niet over. Wij praten over de harten, of het hart waar Allah naar kijkt. En deze hart. Je kan levend zijn, je kan in het leven zijn. Je kan gewoon lopen, gaan, eten, drinken. En terwijl je eigenlijk een dode hart hebt. Er zijn drie soort harten. Er zijn drie soort harten in dit leven. Een dode hart. En een zieke hart. En een genezen, zuivere hart. De dode hart, elke hart waar Allah niet in zit, dus een persoon die la ilaha illallah Muhammad door Rasulullah niet heeft gezegd, zijn hart is dood. Zijn hart is dood. Want niks affecteert hem meer. Heeft geen effect. Lezing heeft geen effect. Koran lezen, hij gelooft er niet in. Een ongelovige, zijn hart is dood. Als het gaat om, vanuit de islamitische perspectief, nogmaals niet vanuit de medische, ik wil niet dat je mij verkeerd gaat begrijpen straks. We hebben het hier over, dat als iemand Koran pakt en leest, doet het wat met je of niet. Daarom zegt Abdullah ibn Mas'ud heeft gezegd, zoek je hart op bij het reciteren van Koran. En bij Allah gedenken en als je alleen bent. Hij zegt, daar moet je je hart gaan zoeken. Dat is eigenlijk een soort thermometer of zo'n, hoe heet die hartding? Hartslagmeter, ja. Nee, hartslagmeter. Hartslagmeter, hij zegt, wil je even je hartslag meten? Dit is de meter. Zoek het op bij Koran lezen. Of bij zikr. Of als je alleen bent. Alleen bent denken over Allah subhanahu wa ta'ala. Als je hem niet daar vindt. In de zin van je leest Koran en het doet helemaal niks met jou. Je doet zikr, maar het doet echt niks letterlijk met jou. Je bent alleen, je denkt en het doet niks met je. Hij zegt, dan moet je weten dat je geen hart hebt. فادعوا الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. Hij zegt, doe dua en vraag Allah dat hij jou een hart gaat geven, want je hebt geen hart. In andere woorden, je hebt een dode
laag van een dode hart. En je kan zeggen van ja, alhamdulillah, ik ben moslim en ik kan geen dode hart hebben. Nou, dan heb je het, mis. Want als een persoon te veel ziektes op zijn hart heeft staan, waardoor hij erg ziek is, kan leiden naar de dood van het hart. Het kan echt leiden naar de dood van je hart. Die ziektes, waar ik zo meteen over ga praten, die kunnen leiden naar het doodgaan van je hart. En er is een hadith van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam over. Van, hij zei van, als je een zonde begaat, elke zonde die je doet, nakatat fi qalbika nuktatun sauda, dan wordt er een zwarte stip gemarkeerd in je hart, gezet in je hart. Bij elke zonde die je hebt begaan. Als jij dan dhikr doet, istighfar verricht, Koran leest, aandachtig, wordt het weggewist, geveegd. Dan ga je hem schoonmaken. Maar als jij dat niet doet, en er komt nog een punt erbij, nog een stippeltje, nog een zwarte stippel, nog eentje, tot het hart helemaal bedekt wordt met zwart, dan eigenlijk wurg je hart beetje bij een beetje. Je haalt de zuurstof. Je moet het zo zien, als jij in het water zit, je gaat duiken bijvoorbeeld, de eerste paar seconden kun je het nog volhouden. Wat gebeurt er daarna? Ga je stikken. En je stikt een beetje voor een beetje, en dan als je niet te snel naar buiten komt, kan het je leven kosten. Precies hetzelfde. Met zondes, we zetten onze hart in een emmer, om die eigenlijk in een emmer water, om die te laten stikken. Je wurgt hem. Hoe zeg je dat als je iemand in zijn... verdrinken, verstikken, laten verstikken. En als je niet snel zuurstof geeft, als je niet snel boven water komt, dan, na'udhu billah, ga je jezelf laten stikken. En wat gebeurt er dan met dit hart? En dan mag je zelf nu al voor jezelf gaan beslissen wat voor je hart heb je. Heb je al een dode hart of nog niet? Ik hoop van niet, inshallah ta'ala. Want als je dat had, zou je hier niet zitten. Dat is alhamdulillah een goed teken dat je hier al zit. Dat je nu luistert. Of je nou hier zit of online meeluistert. En kijkt. Dat is een teken dat je nog alhamdulillah een levendig hart hebt. Dat het nog niet dood is. Want een dode hart, na'udhu billah, die ziet goede daden als slechte daden. En die ziet slechte daden als het goede, als goede daden. In het Arabisch zeggen we, tqlib, el mizan tqlib. Ja, hoe zeg je dat? De rollen zijn omgekeerd, omgedraaid. Het goede is slecht en het slechte is het goede geworden, na'udhu billah. En dat is, dan heb je echt een, ja, dan is het klaar en uit met die persoon. Want gebed ziet hij als iets slechts. Vasten ziet hij als iets slechts. Allah gedenken ziet hij als iets slechts. Koran reciteren, lezen ziet hij als iets slechts. En andere zaken ziet hij als goed, na'udhu billah. Drugs gebruiken ziet hij als goed. Stelen ziet hij als goed. Andere mensen pijn doen ziet hij als goed. Deze persoon is helemaal in de war, zoals ze zeggen. Dat wil zeggen dat zijn hart lachend dood is. Zoals ik zei, alhamdulillah, de meeste van ons hebben dat niet. En inshallah niemand van ons. De tweede categorie. Zieke hart. De tweede categorie laat ik even als laatst. De derde categorie. Te zuiveren. Dat is natuurlijk waar die helemaal niet ziek is. Geen enkel ziekte heeft. Hoe gaan we die krijgen? Want dat is de doel. En dat is de enige hart die jou zal helpen. Dacht als ordos. Illa man at Allah bi qalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man at Allah bi qalbin salim. Dat dacht dat jouw geld en jouw familie jou niks kunnen helpen behalve
als je een goede, zuivere, tegenovergestelde een zieke, gezonde, dat is het woord dat ik zeg de hele tijd. Als je een gezonde hart hebt, wie gaat jou helpen? Om gezonde hart te hebben, moet je dus de ziektes kennen. Dan moet je naar een arts, die gaat dan zeggen van nou, arts in de zin van naar een sheikh, naar een opvoeder, die gaat hier al die ziektes, je gaat die ziektes eerst leren kennen en dan gaat hij jou helpen om ervan af te komen, te genezen van die ziektes, zodat je inshallah ta'ala terugkeert naar Allah subhanahu wa ta'ala met een mooie, schone, gezonde hart. En dat is de hart van de sahaba, van vrome mensen die echt letterlijk geen één ziekte in hun hadden. Dus het kan. Het kan en het moet ook, niet alleen kan. Het kan en het moet dat je een zuivere, gezonde hart gaat hebben. Om die te hebben, moet je dus die ziektes niet hebben. Laten we daarover en praten. En dan mag je zelf voor jezelf beslissen straks aan het einde. Heb ik nou wel een zieke hart? Of heb ik een gezonde, zuivere, goede hart? Ik begin met mezelf. Ik kan dat nu al zeggen. Ik heb een zieke hart. Ik ben er ook aan, dag en nacht aan het werken om die te genezen. Want als je kijkt, wat zijn de ziektes van het hart? Waardoor wordt een ziek, of waardoor wordt een hart ziek? Ik heb net de hadith al gezegd. Door zonden. Elke zonde, groot of klein, dat heeft effect op gezondheid, op de gezondheid van jouw hart. Maakt niks uit wat voor zonde. Elke zonde is een ziekte. Of het nou groot of klein. Tuurlijk, grote zondes, die hebben grotere effect op je hart. Die hou je gelijk naar beneden. Dan moet je gelijk opgenomen worden, bewijzen van. Kleine zondes, dat is zoals kleine verkoudheid, lopende neus, een beetje hoofdpijn. Zo moet je het zien. Dat zijn die kleine, daar kun je soms mee leven. Je kan ermee functioneren. Door een paracetamolje te nemen, dan is het voorbij. Dus kleine zondes, die kun je heel snel wissen. En grote zondes, daar moet je toba voor verrichten. En soms voor grote zondes is alleen toba niet genoeg. Kleine zondes, dat zijn alles buiten de sharia om. Onze ogen, die begaan zondes. Dat zijn allemaal kleine zondes. Onze mond. Onze tong. Die begaat zoveel kleine en grote zondes. Die is de ergste. Die gaat. Als je iemand uitscheldt bijvoorbeeld. Of een slechte woord zegt. Of soms de K wordt gebruikt. Na'udhu billah, of de H wordt gebruikt. Of weet ik veel. Vieze woorden gebruikt. Dat zijn kleine zondes. Maar ga je roddelen, dan kom je weer terecht op een grote zonde. Onze oren, die luisteren. Precies hetzelfde. Als je naar iets slechts luistert, iets wat haram is, wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden, verklaard, dan is dat een zonde. En is het gewoon iets kleins, een scheldwoord of vieze woorden of weet ik veel allemaal, dan is dat een kleine zonde. Luister je naar roddels, luister je naar mensen die stoken, luister naar andere zaken, dan is dat een grote zonde. Kijk, ik wil niet over muziek beginnen, want alhamdulillah, niemand luistert muziek in Ramadan. Iedereen luistert echt. Ik vind het zo lachwekkend, hè? Dat je ziet, die jongens dan. Ik heb ze ook in de familie, ik bedoel. Neefjes, nichtjes en dan. Hè,
komt Ramadan, bismillah, mashallah. Alleen maar Koran in de auto. En dan sturen ze mij een snap van, kijk eens. Ik zeg, ja, ik hoop dat je het ook vasthoudt na Ramadan. Dat is het belangrijkste. En niet alleen nu in de Ramadan, want daarvoor, nee, dan neemt hij niks op. Dan stuurt hij niks. Maar nu, dan mag ik het wel horen. Dus, mag Allah ons behoeden. Onze lichaam, die begaat dus ook kleine zondes. Deze kleine zonden, daar kom je heel snel van af. Heel snel, alhamdulillah. En dat is, zoals hij heeft gezegd, er zijn verschillende methodes. Eén, als je wudu doet, als je wudu verricht, al je zondes, die kleine zondes, die vallen weg tot de laatste druppel. Tijdens het mond spoelen, al die kleine zondes, die worden gewist en die vallen weg met het laatste druppel uit je mond. Ga je gezicht wassen, de zondes die je gedaan hebt met je ogen, die vallen weg. Ga je je oren vegen, je voeten wassen, je handen, je armen wassen, alles. Dus wudu is een vergeving. Plus, Rasulullah heeft gezegd, as-salawatu al-khams. Van de ene gebed naar de andere gebed. We hebben de dhuhr gebeden bijvoorbeeld. Dan heb je allerlei dingen gedaan. En dan komt al-asr. Als je asr hebt gebeden, Allah wist al die zondes die jij tussen dhuhr en asr hebt gedaan. Al die kleine zonden worden vergeven. Ga je weer het leven in. Kijken, voelen, aanraken. Hè? Al die kleine zondes. En dan komt het maghrib. Je bidt het maghrib. Als je het goed bidt natuurlijk. Hè? als je het goed doet. Als je het bidt hoe het hoort. Dan wordt alles weer vergeven. En ga zo maar door. En dan zegt de Rasulullah sallam. Wal jumu'atu ila al jumu'ah. Kijk hoe genadig hij is met ons. La ilaha illallah. Als je denkt. Als je echt denkt over de genade van Allah. Hij wil ons vergeven. Hij zegt, weet je wat? Als jij de 5 gebeden hebt verspild en je hebt ze niet goed gebeden, niet hoe het hoort, dan geef ik je nog een kans. Vrijdag. Wie weet dat je toch vrijdag serieuzer je gebed gaat verrichten. Want van onze gebeden, sommige mensen krijgen 100%. Sommige mensen krijgen 80% van hun gebed. Sommige krijgen 5%. Sommige krijgen 1%. En sommige krijgen 0%. En zo erg dat hij het heeft verwaarloosd. Dat zoals hij heeft gezegd, dan wordt het eigenlijk een zwarte doek. En die gaat boven je hoofd staan. En die gaat een slechte dua voor jou doen. Van, dayya'aka Allah kama dayya'tani. Mogen Allah jou verwaarlozen. Dat is weer een zwarte punt. Een grote zwarte punt in je hart. Als je je gebed verwaarloost. Het is niet dat je het niet hebt gebeden. Je hebt het gebeden. Maar niet hoe het hoort. Te snel. Je weet niet wat je zegt. Je gedachten waren in ergens anders. Ik heb jullie het verhaal een keer al eerder verteld. Over die persoon die tijdens het gebed. Zijn hart. De imam is aan het bidden en hij is in Marokko. Vergeten? Ja, vergeten. Het was een man. Ik was erbij. Dit is niet, ik heb het niet overleverd of gehoord. Dat is mij. Ik zat erbij. De imam, die heeft gebeden. Na het gebed draaide de imam naar ons. Hij zegt, beste mensen, we waren tussen de 15 en 20 man waren we. Zeg, ik denk dat ik te kort heb gebeden. Niet compleet, niet 4. Weet jullie, is dat zo? Heeft iemand iets gevoeld? Bismillah, mashallah, we waren allemaal zo goed bezig met onze gebed dat niemand het wist. Sarcastisch bedoeld. Toen zei één man, één oude man, hij is nu overleden. Hij zei, ik denk dat u 3 rakaat hebt gebeden. Ik zeg, oh. Hij zegt, ja, want dat gevoel heb ik ook, maar waarom? Wij zeggen ook, ja, maar waarom? Niemand van ons heeft het gevoeld. Hij zegt, nou kijk, normaal. Als je Allahu Akbar zegt, pak ik de vliegtuig en ga ik naar Marokko. Dan begin ik bij, boven mijn bovenste verdieping, stah. Wat wij stah noemen, de bovenste verdieping. En dan bij de 2e rakaat,
kom ik naar de tweede verdieping. De derde rak'a kom ik naar de eerste verdieping. En dan voor de vierde rak'a ben ik terug in Nederland. Alleen dit keer hebt u mij in mijn garage gelaten. Hebt u mij in de eerste verdieping gelaten. Dus ik denk dat u niet, ik denk niet dat je vier rak'a hebt gebeden. Is deze persoon nou met zijn gebed bezig of met zijn huis in Marokko? Heel eerlijk. Hij is bezig in Marokko. En hoe vaak bidden wij en onze gedachten zijn, waar zijn ze? Everywhere. Behalve in één plaats niet. Ze zijn al overal, behalve op één plek niet. En dat is het gebed. Waar je hart hoort te zijn en je gedachten hoort te zijn, daar zijn we niet. Nu, dit gebed, is dat een genezing? Of is dat een... Ja, het maakt je ziek. En dat is wat er zelfs mee heeft gezegd. Je moet tijdens je gebed moet je goed aanwezig zijn. Zodat dat niet een ziekte gaat worden in plaats van iets goeds. Want dan is er een... Dus het gebed, die wordt dan een zwarte kleed. En die geeft je een klap op je gezicht. Je voelt het niet. En wordt er een zwarte stip in je hart getekend. En die zegt dan, bij ja'ak Allah, mogen Allah jou verwaarlozen, hoe jij mij hebt verwaarloosd, na'udhu billah. Dus Allah subhanahu wa ta'ala, of Rasulullah sallam zegt, als jij verschillende gebeden hebt verwaarloosd, waardoor je dus niet de volledige genezing hebt kunnen krijgen, ik geef jou een kans. Of de ja, genezing, ik bedoel de volledige vergeving, bij deze geef ik jou een kans. En dat is Jumu'ah, vrijdag. Want met vrijdag kan het zo zijn dat je beter aanwezig bent. Want je luistert naar de preek. Hè, de imam die gaat praten over zaken. Misschien ga je zelfs huilen tijdens die preek. Het is zo emotioneel. Hij raakt jou. En dan ga je die gebed heel apart anders lezen dan normale gebeden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat gebed, die vrijdag, is een vergeving voor de hele week. De hele week. Allah vergeeft je hele week. Maar ik ga hier eten. Mashallah. En laten we zeggen, zelfs elke vrijdag heb jij ook verwaarloosd. Je hebt vrijdag ook verwaarloosd. Dan, Rasulullah me zegt, ik heb nog iets beters voor jou. Ik heb nog een kans. En dat is Ramadan. Dan zegt er sallam, wa Ramadan ila Ramadan. En van de ene Ramadan tot de andere Ramadan, als je je Ramadan goed gebruikt, al die, ja, die foutjes die je hebt gedaan met je gebed en al die steken die je hebt laten vallen, et cetera, Allah subhanahu wa ta'ala door middel van Ramadan vergeeft je over hele Ramadan. Dus deze Ramadan is een vergevenis voor hele Ramadan. Dan zegt er sallam, mukaffiratun ma baynahunna ma lam tughsha al-kaba'ir wa fi riwaya idha ijtunibat al-kaba'ir. Zolang je geen grote zonde hebt begaan, al die kleine zonden worden geveegd. Dus een van de genezingen van onze hart is dus onze gebeden en Ramadan. Onze gebeden, Jumu'ah en Ramadan, is een schoonmaakmiddel, is een genezing, is een paracetamol. Niet een ibuprofen, want die is sterk, toch? Die zijn sterker. Alhamdulillah, die troep gebruik ik niet. Ik heb betere genezing voor je, inshallah ta'ala. Als je hoofdpijn hebt, als je ziek voelt, dit is echt. En die werkt 100%. 100%. 7 keer Surat al-Fatiha lezen. Dan ga je denken, oké, hoe? Nee, echt geloof me, als je 7 keer Surat al-Fatiha leest en je zet je hand op datgene wat pijn doet, bi'idnillah na de 7e gaat het over, insha'Allah ta'ala. Dat is ibuprofen, dat is echt een sterke, nog sterker dan ibuprofen zelfs. Maar, dus die gebeden, onze gebeden en dingen, die Allah vergeeft daardoor onze kleine zondes. En ja, zoals ik zei, kleine zonden zijn echt ontelbaar. Ontelbaar. En we begaan die dagelijks. Als je je telefoon pakt
En je gaat op Facebook, geloof me, je begaat al kleine zondes door alleen maar, weet ik veel, wat te zien, de foto's die je ziet, de muziek die je hoort. Ik zeg altijd, als je tv aandoet, alleen maar aandoet, en je luistert Zamek, of je bekijkt nieuws. Sommige mensen zeggen, nee, ik kijk alleen maar nieuws. Mashallah. Nou, de muziek op de achtergrond, de vrouw die daar ding is, de man die daar. Kleine zondes, daar kunnen we niet omheen. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de kleine zondes: Innal hasanat yudhibna sayyi'at. De hadith, of deze ayah is geopenbaard toen een man naar Saslima kwam. Die man die dacht zelf: het is klaar en uit met mij. Hij zei: Ja, Saslima, ik heb iets gedaan waardoor ik geef het op. Saslim zei: Wat heb je gedaan? Hij zei: Ik heb een vrouw gekust. Saslim wist ook niet meer wat hij ermee moet. Is het nou een grote zonde of een kleine zonde? Waar moet je het op zetten? Elke kleine zonde leidt naar grote zondes. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Alle kleine zondes leiden naar grote zondes. Als je makkelijk omgaat met kleine zondes, geloof me, dan val je, hoe je het went of keert, in grote zonde. Is hetzelfde. Als jij standvastig bent met sunnah, of het nou gebeden zijn of andere sunnah, dan doe je de verplichte zaken automatisch. Want het kan niet zo zijn dat jij 2 rak'at van de sunnah gaat bidden, maar niet de 4 rak'at van de dhuhr gaat bidden. Dat kan niet. Maar als jij de sunnah verlaat, dan komt er een tijd dat je ook de fard niet op tijd gaat bidden. Als je laks bent met sunnah, zal het effect hebben ook op jouw verplichte gebeden of verplichte zaken. Waarom hebben wij altijd hoofdpijn de eerste dag van Ramadan? Toch? Hebben we hoofdpijn gehad of niet? De meeste van ons. Waarom? Het is niet de koffie. De meeste zeggen: Ja, het is de koffie, is weet ik veel. Nee. Het is echt niet de koffie en de zaken die je eet. Is omdat jij niet gewend bent om te vasten. Zou jij nou donderdag en maandag hebben gevast, elke maand 3 dagen hebben gevast? Jouw lichaam, die is erop getraind. Die is dan erop getraind. Dan komt Ramadan. Ja. Je hebt nog pas 3 dagen gevast. Ramadan breekt aan. Je hebt nog donderdag gevast. Je hebt net maandag gevast. Dus jouw lichaam is het gewend. Dan ga je Ramadan binnen. Heel makkelijk en heel simpel. En in de les van handen zou je niks voelen. Maar als je hele jaar niks hebt gevast, alleen die verplichte dagen die je moest inhalen, en daarvoor kies je ook nog, als je 5 dagen hebt, dan kies je meestal 18, 19, 20, 21 en 22 december. Hè, want 21 december, dat is de kortste dag in het jaar. En dan kies je 2 dagen ervoor en 2 dagen daarna, zodat je om €3 kunt bewijzen van €4 Maghreb kunt verbreken. Ja, dan is het begrijpelijk dat je hoofdpijn hebt. Dus waar het om gaat, het ene leidt naar het ander. Kleine zondes leiden naar grote zonden. Deze man dus, die heeft die zonde begaan en die kwam naar Sallallahu alaihi wasallam. En die wist niet wat hij moest zeggen. Zoals mezelf. Dan zeg ik: Allahu a'lam, ga maar zitten. We zien het wel. Ze hebben Asr gebeden. En hij heeft met hun gebeden. Na Salat al-Asr, Saslima, roept hem. Hij zegt: Waar is degene die mij de vraag heeft gesteld? Die man, die was helemaal in shock. De rawi zegt ook, hij zegt, de overleveraar, hij zegt, hij was zo in shock. Want het kan ook zijn dat, astaghfirullah, Allah zegt, je gaat naar Jahannam. Want ja, hij heeft een zonde begaan en hij weet niet wat de uitkomst gaat zijn. Toen hij bij Saslima aankwam, hij zegt: Heb je met ons Asr gebeden? Hij zei: Ja. Maar zijn gebed was niet zoals onze gebed. Geloof me, als jouw leven afhankelijk is van dat gebed, hoe ga je je gebed bidden? Als je je leven, het laatste gebed op deze aarde,
Je weet, want dit is mijn laatste gebed. Ik ga het toch zeggen. Die broeder die pas over, die gisteren begraven is, mogen Allah hem genadig zijn. Broeder Ali. Hoe was zijn leven? Maar toen hij hoorde, dat het klaar is met zijn leven, heeft hij alles omgegooid. Alles omgegooid. Alles wat hij heeft, heeft hij weggedaan. Maar zijn goede projecten opgezet. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala hem de vergeven en de hoogste plek in paradijs geven, inshallah ta'ala. Maar waar het om gaat, als je weet van, het is klaar met mijn leven. Geld heeft geen waarde meer. Leven heeft geen waarde meer. Want je weet, ik ga terug. Dus wat, ik ga terugkeren. Wat ga je dan doen? Dan ga je je gebed op zijn uiterste, uitmuntend, op zijn best bidden. Dat is wat die Sahabi deed. Want zijn leven was afhankelijk van dat gebed. En toen heeft er Saslam tegen hem gezegd van, als je met ons hebt gebeden, Allah heeft net een ei geopenbaard naar mij. Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Dat de goede daden wissen, slechte daden gaan naar huis. Allah heeft je vergeven. Die man die dacht, ja Rasulallah, is dit alleen voor mij? Is dit alleen voor mij, speciaal voor mij? Allah heeft de Koran geopenbaard voor mij, is het speciaal voor mij? Toen zei Rasulallah, nee, het is voor jou en voor de hele omme, voor mijn hele omme, voor iedere mens die een zonde begaat, een kleine zonde begaat, zodra hij bidt, maar wel goed hoort, of een goede daad verricht, Allah subhanahu wa ta'ala wist al deze zondes. Dus goede daden verrichten, dat is die schoonmaakmiddel voor die kleine zondes. Maar hoe zit het nu met grote zonden? Grote zonden, wat zijn grote zonden? Hoe herken je een grote zonde van een kleine zonde? Een grote zonde is alles waar een straf op is. Alle zonden die je maar kunt noemen, en daar staat een straf op in deze wereld, of een boete op, of grote straf op in het hiernamaals. Er zijn zonden waar hier in deze wereld een straf op is. Dat je die uit moet hangen, of hoe dat ook heet. Uitzitten. Bijvoorbeeld, stelen is een grote zonde. Waarom is het een grote zonde? Kijk, stelen, daar zit een kleine zonde in, maar het gaat gelijk over naar een grote zonde. In de zin van, als je iets kleins hebt gestolen, wat de waarde heeft van minder dan ongeveer 25 gram zilver, en daaronder, dan is dat een kleine zonde. Nou, 25 gram, dat is... Hoeveel euro's? Hoeveel is een gram nu? 50 cent, 60 cent? Per gram, 25. Laten we zeggen een euro. Het is niet een euro, het is veel minder. Het is minder dan een euro, dacht ik, zilver. Maar in ieder geval, zilver is niet zo duur. Dus een kwart daarvan, of een 25%, 25 gram, sorry, want het is 500 gram. Dus dan kom je ongeveer 25 euro, 30 euro. Als het bedrag of hetgene wat je gestolen hebt onder de 50, dat aantal is, dan valt dat onder een kleine zonde. Daar zit geen grote straf op. Daar zit geen straf op. Dan is het een kleine zonde. Tauba verrichten, bidden of teruggeven. Dan is het klaar. Maar als het boven dat is, datgene wat men heeft gestolen, een grotere waarde heeft. Ja, islamitisch gezien, dan moet hij de straf krijgen door zijn hand. Dan wordt zijn hand geamputeerd. Ja, als je hand eraf gesneden moet worden, geloof me, dan is het wel een hele grote zonde. Dus zo herkennen we
een grote zonde. Als er een besteniging op zit, als er zweepslagen op zitten. Bijvoorbeeld. Ik ga even een voorbeeld noemen die heel veel mensen, ik zeg heel veel, ook doen. Mogen Allah ons behoeden en ons vergeven. Iemand beschuldigen van iets lasteren. Of een broeder of een zuster. Als jij iemand beschuldigt, iemand lastert, door te zeggen hij of zij, die is vreemd gegaan of die, ik heb hem gezien met die zuster of ik heb haar met, hem, met die broeder gezien en ik denk dat ze iets hebben en je beschuldigt. Je beschuldigt hem of haar van vreemd gaan als het ware. Als je geen vier getuigen hebt. Als je geen vier getuigen hebt. Dat ze echt, echt vreemd zijn gegaan. Islamitisch, subhanallah, de islam die kijkt daar heel strikt naar. Als iemand komt en hij zegt, ik denk dat ze iets hebben. Want ik heb ze samen zien staan. En ik denk dit, dat. En hij gaat allerlei erop... Islamitisch gezien, alleen denken zonder nog getuigen. Dan vraagt de islam van, wat heb je gezien? Ja, ik heb ze zien staan naast elkaar. En toen? Ja, nee, maar hoe hij keek, hoe zij keek, bla bla. En... Is dat alles? Ja, dat is het. Oké, is goed. Kom maar hier. 80 zwepen. Hij. Degene die dat heeft gedaan, dat is een zonde, dat is beschuldigen. Van vreemdgaan, van beschuldigen van iets groots. Zonder bewijs, zonder iets te zien, zonder getuigen, dan moet hij, islamitisch, krijgt hij de straf. Dat is een grote zonde. Dan is dat een grote zonde, na'udhu billah. En dan moet hij 80 zwepen krijgen. Alcohol drinken, wijn, et cetera, is een grote zonde. Waarom? Omdat er ook, buiten dat het haram is, want iets kan haram zijn, maar als er geen zonde op staat, dan is dat... Dan is dat een kleine zonde. We hebben net gezegd, het is haram, die hadith van even die vrouw gekust. En het is haram om een andere vrouw te kussen. Duidelijk, het is haram. Maar dat wil niet zeggen dat het een grote zonde is. Het is haram om een andere vrouw een hand te geven. Het is haram. Daar ga ik niet om dingen. Het is niet toegestaan. Een vrouw mag niet, buiten haar familieleden om een hand geven. Laat staan nog een knuffel. Omgekeerd ook. Maar als je het doet, dan is dat een kleine zonde. En niet een grote zonde. Dan moet je, als je wudu hebt gedaan, inshallah, als je goed wudu hebt gedaan, als je goed hebt gebeden, wordt dat gewist. Dus we moeten ook natuurlijk wel die onderscheid maken tussen groot en klein. Alleen die grote zondes, dus waar een straf op zit, als je die begaat, dan is istighfar, tauba, gebidden, vasten, is niet genoeg. Daar kom je ervan niet van af. En dat is wat echt pijn doet. En die ziekte, dat is wat wij ook als de geleerden ook ziekte noemen. Dat is pas de echte ziekte. Dan kan je een virus oplopen als het ware. Dan kan het echt leiden tot de dood van je hart. En dat zijn. Subhanallah, ik heb een beetje gekeken tijdens het voorbereiden van mijn lezing. De grootste zonden, subhanallah, hebben te maken met de mens. Alle zonden die je tussen jou en Allah, hij gaat je vergeven. Dat zijn niet de grootste ziektes. Maar de grootste ziekte... Die jouw hart kapot maken. Die jouw hart ziek maken. Die jouw hart, na'udhu billah, de dood kunnen verzorgen. Vermoorden. Zijn ziektes. En zonden die tussen jou en de medemens zijn. En de eerste ziekte is jaloezie. De eerste ziekte. De grootste ziekte ook is jaloezie. En... Nu mag je zelf voor jezelf bepalen of je nou af en toe wel jaloers bent op iemand of niet. Als je iemand ziet, al heeft hem iets moois gegeven. Hoe voel je je? Ben je blij voor diegene? Of
Maar binnen, ma. Buitenkant is het, mashallah, echt mooie jurk, zuster, mashallah. En binnen van, heks, waar heb je die gehaald? En dan nog, ik zeg heks, ik wil niet andere woorden. Ik ben ook aan het vasten, hè? Nee, dat kan ben. Maar begrijpen jullie mij? Dus het is echt wat je in je hart, je mond, wat je zelf zegt, is leuk en aardig, maar wat zit er in je hart? En jaloezie is een van de grootste ziektes. Dat is echt een, dat is de tumor. Dat is de tumor van het hart. Is gewoon kanker, als het ware. Want die maakt alles kapot. En dat is ook de reden waardoor Sayyidina Adam, toen Allah subhanahu wa ta'ala tegen Shaitan heeft gezegd: ga knielen voor Sayyidina Adam. Hij wilde niet. Waarom? Hij heeft het heel duidelijk gezegd. Shaitan heeft een paar zondes begaan. Hij is ziektes had hij. Eén was jaloezie. Ik ben beter dan hem. Wat? Zij? Hij? Ik ben beter. Hoe kan hij of zij beter. Hoe kan hij of zij dit hebben en ik niet? Terwijl ik beter, ik ben hoger gestudeerd. Even gewoon in je, alsjeblieft voor jullie zelf. Denk even in jullie termen. Waarom denk je dat? Waarom gun je iemand iets niet? Ik zeg gunnen. Want je denkt dat je beter bent. Dat jij beter verdient. Dat is wat Shaitaan heeft gezegd. Ana khair. Ik ben beter. En waarom? Hij heeft het ook duidelijk aangegeven. Galaktahu min tin. Wa galaktani min naar. Je hebt mij uit vuur. En vuur is sterker, is beter, is machtig. En je hebt hem uit klei gemaakt. Dat is ook waar. Vuur is veel sterker dan klei. Door vuur maken we klei, als het ware. Dus hij dacht van, ik ben beter. Hoe kan ik dan voor hem gaan knielen? Hoe kan ik sujud gaan doen voor hem? Jaloezie. Puur uit jaloezie. Hoe kan Allah, Shaitaan dacht van, hoe kan Allah hem die positie hebben gegeven en niet mij? Ik verdien die positie, niet hij. Maar wat heeft hij hiermee gedaan? Wat heeft hij gedaan? Eén, jaloezie, waardoor hij Allah subhanahu wa ta'ala zijn opdrachten niet wilde uitoefenen. Uitvoeren. Hij heeft Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem gezegd, is goed. Yalla. Get out. Yalla, eruit. Mal'oon. Yalla, eruit. Jij bent, hoe zeg je dat? Vervloekt. Forever. Hij had jaloezie. De eerste zonde op aarde is ook door middel van jaloezie. Kabil en Habil. De ene heeft de ander vermoord. Waarom? Omdat hij dacht, nee, ik ben. Hij is jaloers op hem, hij was jaloers. Waarom? En het verhaal kennen jullie, denk ik. Want in het begin, Allah subhanahu wa ta'ala gaf Adam, Hawa, die werd zwanger van een tweeling. Een jongen en een meisje. En dan, gelijk 9 maanden later, werd ze weer zwanger van een jongen en een meisje. Die worden ouder. De jongen van de eerste buik, van de eerste zwangerschap, die trouwt met het meisje van de tweede, zwangerschap. En de jongen van de tweede, die trouwt met de eerste meisje. Zo, om en om. En dan komen er weer twee jongens. Dan gaat ze weer, dan komt er weer een zwangerschap, weer jonge meisje, weer. En toen kwam Kabil en Habil. Alleen, Kabil die dacht, oh, wacht even. Jouw zus, of zusje, is te lelijk, sorry. En mijn zusje is knap. Sorry, ik ga niet. Jij mag, ik ga nu de regels verbreken. Hij wilde de regels verbreken. En hij was jaloers op Kabil. Waarom hij met zijn zusje, of ja, ik noem het even zusje. Want we zijn uiteindelijk allemaal zusjes en broertjes van Adam. En waarom hij dat meisje mag hebben en niet hij? Hij was gewoon jaloers op hem. Zo jaloers. Want, de regel was ook, als iemand komt te overlijden van de kinderen, mag degene kiezen.
met wie hij mag trouwen. Slim. Weet je wat? Maak hem af. Dan kan ik kiezen, dan kies ik voor de eerste. En heeft hij hem ook uiteindelijk ook vermoord, na'udhu billah. Maar waar het mij om gaat is jaloezie. Hij was jaloers. En de eerste zonde dus in de hemel en de eerste zonde op aarde is jaloezie. En jaloezie, geloof me, door middel van hasad, de jaloezie, heel veel families zijn uit elkaar. Heel veel relaties zijn verbroken door allemaal jaloezie. En dan zie je dat iemand naar een gezin gaat en die gaat met de man of de vrouw praten. En allerlei leugens, jaloezie brengt heel veel andere ziektes mee. Daarom zei ik ook, jaloezie, onze geleerden zien die als de tumor van het hart. Want tumor die brengt ook andere ziektes mee, waardoor niks meer gaat werken. Dan mogen Allah ons genadig zijn. Dan werkt het lever niet meer, werkt dit niet meer, tot je doodgaat. En dat zijn allemaal andere ziektes. Jaloezie is de tumor. En die brengt dan hoogmoed mee. Ik ben beter. Dat is hoogmoed. Hè? Dat is echt, ik ben beter, dat is takabbur. En het takabbur is een van de grootste ziektes. Die komt echt na jaloezie. En sommige geleerden zelfs zetten die op eerste plaats. Maar de meeste zeggen nee, jaloezie. Want dat is de hoofdoorzaak. Roddelen komt om de hoek kijken. Roddelen komt ook om de hoek kijken. Lasteren. Stoken. En dat zijn allemaal ziektes van het hart. Dus dan hebben we jaloezie. Ik ga ze nog een keer noemen. Dan hebben we takabbur. Dan hebben we roddelen. Wat is roddelen? Takabbur, jullie weten wat takabbur is, toch? Hoogmoed. Hoogmoed is, heel snel, de definitie van hoogmoed is dat je je beter voelt dan iemand anders. Ihtiqar. Ihtiqar al-insan. Hada min at-takabbur. Als je neerkijkt op iemand en je denkt van ik ben beter, dan heb je hoogmoed. Nee, hij kan wel arm zijn. Hij of zij kan straatarm zijn. Maar alleen Allah weet wie beter is. In deze wereld, misschien heb je het wel beter. Je bent beter qua geld, qua weet ik veel allemaal. Maar bij Allah subhanahu wa ta'ala, alleen Allah weet wie beter is. En ik heb het net al gezegd. Van Bilal radiallahu anhu was niet rijk. Was niet knap. Maar was wel veel beter. Dan wie dan? Ook. Dus, dan kun je wel neerkijken op en van, je bent niks waard. Dus dan heb jij. Dan heb jij te kabbur na'udhu billah. Dan ben jij. Dan heb jij hoogmoed. Ihtiqar nas. Dat je mensen. Subhanallah, als we kijken naar Rasulullah sallam. Beste voorbeeld. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft een Mercedes gereden. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft een Ferrari gereden. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft. Oké, die bestonden niet dus in die tijd. En niemand van jullie die zegt, wat zeg je? Jullie gaan gewoon mee, ja. Hij heeft een Rolls Royce gereden. Sallallahu alayhi wa sallam. En Rolls Royce in die tijd was een speciale kameel. Want het gaat hier om de prijs. De prijs van iets. Humr al-Na'am, dat is de beste kameel die bestond. Die was echt, echt de duurste. Ik zeg altijd, die kun je vergelijken zo'n beetje met een Rolls Royce bijvoorbeeld. Rasulullah heeft die gereden. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heeft gewoon een normale kameel gereden. Hij heeft een paard gereden. Hij heeft een muilpaard gereden. Maar hij heeft ook een ezel gereden. En hij heeft zelfs, als ik het goed zeg, een veul. Een veulen gereden, een baby ezel. Maar zo'n klein dat zelfs je voeten op de grond komen als het ware. Hij heeft hem gereden, sallallahu alayhi wa sallam. En zelfs kinderen, Fadl ibn Abbas, achter hem laten zitten. En hij heeft niet gezegd, ik, Rasool, boodschapper, de beste mens. Sayyidu waladi Adam, de meester van de gehele mensheid. Ik ga op een ezel rijden. Het is niet voor de show, hè? Het is niet om foto's te trekken. Want sommige mensen, of te nemen,
Mensen zitten op een ezel, maar dan is het meer voor. Als op vakantie of voor een foto. Nee. Hij reed hem gewoon door de straten heen. Naar de markt. Deed hem niks. Maar hij voelde zich niet groot. Sallallahu alaihi wasallam, terwijl hij het grootste is van de mensheid. Maar hij voelde zich niet groot. Sallallahu alaihi wasallam. Hij heeft op de grond gegeten. Hij heeft op tafel gegeten. Boeide hem niet. Hij, sallallahu alaihi wasallam, heeft met armen gegeten. Met weeskinderen gegeten. Hij, sallallahu alaihi wasallam, heeft met iedereen gegeten. Hij heeft met de topmensen gegeten, maar ook met straatarm mensen gegeten. Het is niet van, ik ga met hem eten. Echt niet. Met haar aan tafel. Ja, dag, ik moet een speciale tafel hebben. Hè? Jullie weten waar ik het over heb. En dan kom je in bruiloft en dan ben je op zoek naar de beste tafel waar de topmensen zitten. Waarom? Voel je top dan? Voel je zo groot? Dat zijn allemaal dingetjes die echt. Dat geeft aan dat onze harten ziek zijn. Nee, ik moet daar zitten. Ik moet die plek hebben. Ik moet dat aan hebben. Sommige mensen, als je ze zo'n oude Suzuki Alto geeft. Jullie weten wat een Suzuki Alto is, toch? Zo'n kleine, piepklein dingetje. Een auto die van 1990 durft er niet in te rijden. Nee, echt niet. Ik ga er niet in rijden. Wat wil je dan? Ja, nee, ja, sorry. Dan ga ik maar lopen. Ja, we gaan dan lekker lopen. Maar waarom? De vraag is, heb je ooit de vraag aan jezelf gesteld? Waarom, waarom? Want je voelt je hoog. Dat is die takabbur. Je voelt je te groot om daarin te rijden. Nee. Het heeft vier wielen. Het start. Bismillah, tawakkal ala Allah. Het moet, als je wil weten of je nou takabbur hebt of niet, hoogmoed hebt of niet, zoals ik zei, dan moet je kijken als jij sommige dingen doet, hoe je erbij voelt. Boeit niet wat je doet, of het nou groot is, of het duur is, of het niet duur is, het boeit jou echt niet. Wat mensen gaan zeggen, boeit jou niet. Dan inshallah ta'ala, doe het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala en dan heb je geen hoogmoed. Roddelen is ook ook zo'n virus die dodelijk is. Maar wat is roddelen? Ik hoor heel veel jongeren zeggen, roddelen betekent, hoe lang zitten we al aan te praten? Niet zo lang. Ah, oké. Zijn het begonnen toch? Oké, alhamdulillah. Wat is roddelen? Deze ziekte waar heel veel mensen in vallen, en geloof me, is een ziekte waar we allemaal in vallen. Illa man rahim rabbuk. Heel weinig die daar niet in trappen. Heel weinig. En echt heel en heel weinig. Want soms denken wij dat het geen roddel is, terwijl het wel een roddel is. Want ik hoor heel veel jongeren zeggen, wat ik net wilde zeggen is, sommige jongeren of mensen zeggen van ja, een roddel is pas als je iets zegt wat niet waar is over hem of haar. Dat is een leugen, dat is geen roddel. Dat is een leugen. Roddel is de waarheid. Roddelen? Of je hoort sommigen zeggen, nee hoor, ik zag het ook in zijn gezicht. Ja, als je het ook in zijn gezicht zegt, zeg het ook in zijn gezicht als hij er is. Als je het buiten zijn aanwezigheid zegt, dan ben je aan het roddelen. Al zeg je dat in, ben je bereid om zelfs in zijn gezicht te zeggen. Roddel is. En tadhkura akhaka bima yakrah. En tadhkura akhaka bima yakrah. Dat je broeder of zuster gaat noemen. Namen gaat geven. Je gaat hem benoemen. Je gaat over hem of haar praten. Met iets wat hij niet leuk vindt. Als hij het hoort. Bijvoorbeeld. Aisha radiallahu anha. Sayyida Aisha radiallahu anha. Ze was bij Rasulullah sallam. En iemand kwam en ze begon over. Iemand kwam van Rasulullah sallam. Safiya. Die heeft je nodig. Dat is een andere vrouw. Aisha zei.
Da'aka min tilkel. Ze deed zo. Wat betekent dit? Korte. Korte, kleine. Laat die kleine klein. Dat is het enige wat ze heeft gezegd. Van ja, Saslima. Laat die kleine. Wat? Hier heb je mashallah. Ja, jaloezie, hè, vrouwen. Het is niet nieuw. Van ja, Saslima. Wat heeft ze gedaan? Dit. Saslima heeft tegen haar gezegd: ja, Asha. Weet je wat je net hebt gedaan? Je hebt geroddeld over haar. Je hebt geroddeld. Want Safia hield er niet van als iemand haar korte of kleine of. Sommige mensen zijn mollig. Als je tegen hem dikke zegt. Laat, in zijn gezicht vindt hij het al niet leuk. Laat staan achter zijn gezicht. Sommige mensen zijn te lang. Mohim. Ze hebben iets wat ze niet leuk vinden. En echt. De raarste dingen. Het schiet me net iets binnen. Gewoon even heel raar. Een scheve mond. Of een scheve tanden. Weet je dat het. Als je daarover praat van met die tekortkoming noemt, heb je geroddeld over hem of haar. Dus roddelen is niet leugens verspreiden over iemand, dat is lasteren. Daar ga ik zo over praten. Dat is een andere zonde. Dat is nog erger. Ghiba, roddelen, is eigenlijk iemand noemen met een tekortkoming die hij niet leuk vindt. Dat heeft Aisha gedaan. Maar ja, die wil haar hart genezen. Die wil haar hart gezond houden. Die wil die plek waar Allah naar kijkt schoon houden. Per direct heeft ze wat gemaakt en gelijk gestuurd naar haar en zegt tegen haar: ik heb dit en dit gezegd over jou, mijn excuses en alstublieft neem deze hadiya aan van mij. En zo heeft het goed gemaakt met Safiya radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Dus als jij aan het praten bent over iemand en je noemt hem namen of je noemt hem bij iets wat hij niet leuk vindt, dan ben je aan het roddelen. En hoe erg is roddel? Weet je waarom roddel een zonde is? Want het wordt bij Allah geschreven als ontucht verrichten. Het is erger dan ontucht. Zina. Al-ghibatu fil hadith. Al-ghibatu ashaddu mina. Zina. Roddelen is erger dan zina verrichten. Is erger. Want zina, dat is met wederzijds goedkeuring. Is een zonde. Maar is wederzijds goedkeuring, Ba'dik. Maar dit, het is niet met wederzijds goedkeuring. Dit is nog erger. En door dit, ja, families gaan kapot. Veroorzaakt grote, grote schade. En als je nu achter iemands rug praat met leugens. Je gaat lasteren. Je gaat leugens verspreiden over iemand. Hoe noemen we dat in het Arabisch? Dan is het geen riba. Dan is het niet roddelen. Dat is nog hoger. Dat heet buhtan. Buhtan. En Sahabi zei tegen Rasulullah, als ik over een broeder praat en ik noem datgene wat hij heeft, wat waar is. Rasulullah zei, dan ben je aan het roddelen over hem. En als je zaken noemt die hij niet heeft, die niet in hem zitten, eigenschappen die hij niet bezit, slechte eigenschappen, en je gaat hem daarmee beschuldigen, faqad behette, dan heb je, ja, ik denk lasteren. Zeg ik het goed? Is dat het? Lasteren? Laster? Dan is het eigenlijk, dan ga je liegen achter zijn rug over hem. Dat is nog erger. Hoe erg is dat? En mag Allah ons allen vergeven. Het meeste roddelen. Die zijn van dit soort. Die zijn van dat soort. Van dit soort. En niet. Als we het over iemand anders praten. Dan praten we niet over. Wat hij heeft alleen. Nee, nee. Meestal dan is het. Een beetje zout erbij. Een beetje kemmoen erbij. Een beetje masala erbij. Dan is het altijd leuker maken dan het is. Allerlei leugens erbij verzinnen. Om hem nog erger in de daglicht te zetten. En dan heb je buhtan gedaan. Dan heb je hem lasteren, denk ik. Lasteren, toch? Belasten? Nee, niet belasten. Ik bedoel, dus roddelen met leugens.
Ik denk niet dat dat bestaat in het Nederlands. Smaad. Ja. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Daar gaat het om. Hoe erg is dat? Hoe erg is dat? Willen jullie dat weten? Hoe wordt dat geschreven bij Allah subhanahu wa ta'ala? Geloof me, ik wil dat echt, echt niet weten. Het is zo erg. Het is even erg. Of nog erger dan. Met je eigen moeder. Het bed delen. Gemeenschap hebben. Zina verrichten. Zo erg is het. Dan weet je genoeg al. Wat voor ziekte dat is. Wat dat. Wat voor pijn. En wat voor. Zorg. Wond. Wat voor wond dat creëert in je hart. Als je gaat roddelen over iemand met leugens. Als je smijt, smaad over iemand. Smaad, smijt, mooi. Als je gaat roddelen met leugens over iemand, dan is dat echt een grote wond naar oude billen. Die je jezelf ja, doet, aandoet in je hart. En dan nog, natuurlijk, dan komt, dan pas komt, stelen, zinnen verrichten, alcohol drinken, al die andere zones, gebed verlaten. Maar dat is tussen jou en jouw Heer. Dat kan je, hij kan jou heel snel vergeven. Hoe kan ik, om af te sluiten, inshallah ta'ala, hoe kan ik mijn hart dan genezen? Daar draait het om. Hoe kan ik mijn hart genezen? Nou, dan heb je antibiotica nodig. Misschien heb je zelfs een, ja, verdovingsmiddel. Je hebt een verdovingsmiddel nodig om een operatie te gaan. Soms heb je echt operaties nodig. Maar dan wel op een islamitische manier. En dat wil zeggen, operaties is dus, zoals ik zei, misschien de straf krijgen. Als er een islamitische land zou zijn, sharia zal zijn. De beste genezing is die straf krijgen, dan ben je er van af. Maar ja, in deze tijd kan het niet. Je kan die straf niet, al hoe graag ook je wil, dat kan nergens. Dan moet je toba verrichten, terug in de keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het eerste. En ik ga niet over toba praten, want dat is een lezing op zichzelf. Dus toba verrichten, terugkeren, brouw verrichten. Sadaqa geven. Sadaqa geven. Veel istighfar verrichten. Elke keer als je aan die zonde denkt, dat het pijn gaat doen bij jou. Die pijn blijft, want die wond is er. Zoals we zien bij de Sahaba, nadat ze moslim zijn geworden, ze hebben zaken gedaan, ze hebben dingen gedaan voor de islam. Voor de islam. En Allah zegt, alles wat je voor de islam hebt gedaan, zodra je moslim wordt, wordt vergeven. Compleet. Je begint een nieuw leven. En alsnog, subhanallah, elke keer als zij over een zonde dachten, als ze aan een zonde dachten die zij in het verleden hebben gedaan, kregen ze tranen. Deed hun pijn van, wat als Allah mij niet zou vergeven? Wat als? Want het is geen garantie. Allah heeft gezegd, ik heb je vergeven, maar wat als je iets doet waardoor hij toch jou wil pakken? Dan heb je een probleem. Dus dat is ook een van de genezingen, dat elke keer als je aan een zonde denkt die je ooit hebt begaan, dat het toch nog, je voelt die pijn gewoon diep in je hart. En istighfar heb ik al genoemd, veel istighfar verrichten. Sadaqa, istighfar en goede daden in het algemeen. En om dit goed te kunnen doen, is kennis vergaren. Kennis vergaren, kennis opdoen, want dat houdt jou, hoe zeg je dat? Safe, veilig. Ik heb net ook iets genoemd van, misschien moet je een operatie ondergaan. Je kan dan begeleiding zoeken. Allah, alhamdulillah. Dan het beste is ook dat je iemand hebt die jou daarin begeleidt. Van, je moet dit doen, je moet dat doen. Dit is nog niet genoeg. Je moet dit.
Hij kan jou daarin in begeleiden, adviseren, om toch zo snel mogelijk van die zonde af te komen en te genezen, inshallah ta'ala. Als de zonde te maken heeft met een mens, meestal dus roddelen, stelen, dan om complete genezing te krijgen, moet je naar die persoon gaan. Als het geld is, moet je teruggeven of vergevenis vragen. Want ik krijg heel vaak nou heel vaak, ik krijg wel hier en daar de vraag af en toe van, ik heb ooit iets gestolen van een winkel. Toen ik jong was, 13, 14 jaar. Hoe ga ik ermee om? Mijn advies is dan, ik zal stappen naar die winkel en ik ga naar de manager en ik zeg, luister, toen ik jong was, heb ik hier een pen meegenomen zonder toestemming. Ik heb er spijt van, wat kan ik doen? Heb je mij vergeven of moet ik het betalen alsnog? En hij zegt, meestal gaan ze zeggen van, wauw, dat je nog komt, dat vind ik heel dapper van je. Heel leuk. Dan zeg je, ja, maar ik heb een lezing gehoord van Sheikh Saïd. Wie is Sheikh Saïd? Oké, ga je een hele biografie van mij geven? Hoeft niet. Dan, ik ben een moslim. Ik heb geleerd dat zondes zoals stelen, je kan er pas af van afkomen als je dat teruggeeft of vergevenis van, voor krijgt. En bij deze wil ik dat. Geloof me, en ik ken al mensen die dat hebben gedaan, dat de manager dacht, wauw, van dat je terugkomt, dat vind ik heel dapper van je. En joh, dat is al lang vergeten. En je hoeft er niet mee te zitten. En, kijk, dan is het vergeven. En klaar, het is je vergeven. Hij heeft je vergeven, alles zal jou ook vergeven. Als die persoon is overleden, VND. Die bestaat niet meer, hè? Nee, Frondizman vroeger. Bijenkorf nog wel, toch? Soms. Ja, oké, okay. Sommige winkels, sommige steden is die dicht. En sommige... Maar VND bijvoorbeeld, je hebt ooit iets van VND meegenomen, hè, wat niet hoort. Wat moet je nu doen? Het enige wat je kan doen, zou het een moslim zijn, dan kun je datgene, dat bedrag bijvoorbeeld, was nou gulden, nog in gulden of in euro, 5 euro, 10 euro, dan moet je dat als sadaqa geven namens die persoon. Je hebt iets gestolen van iemand. En die persoon, of hij is overleden, of hij bestaat niet, of hij is er niet meer, of hij is ergens naartoe verhuisd, je weet echt niet meer. Je kan hem niet meer terugvinden. Dan moet je namens hem of haar dat bedrag sadaqa geven. Dat bij hem wordt bijgeschreven, inshallah ta'ala. Dan kijk, dag des oordeels, dan ziet hij dat, dan wordt hij blij, dan gaat hij automatisch vergeven, inshallah ta'ala. Als het een roddel is. Als het een roddel is, dan moet je dat ook bij die persoon gaan en je moet tegen hem of haar zeggen: ik heb iets gezegd over jou wat niet goed is. Of, sorry, ik weet, je houdt er niet van om met dit en dit genoemd te worden. Het flipte uit bij mij. Bij deze mijn excuses. Sorry. Alsjeblieft niet zeggen wat je gezegd hebt. Want als je dat gaat zeggen, dan krijg je klap. Als je gaat zeggen van ik heb je dit genoemd, ik heb je dit genoemd en ik heb je nog ook dit genoemd. Ja, kijk, en die mensen die gaat dan koken en dan Allahu alam, wat hij of zij gaat doen met jou. Onze geleerden hebben gezegd, nee, je hoeft niet de zonde te noemen. Datgene wat je gezegd hoeft niet. We waren aan het praten in groep meiden of heren en ik heb iets gezegd dat eigenlijk niet hoort. Mijn excuses. Wat heb je dan gezegd? Nou, het is niet belangrijk, maar ik wil toch dat je mij vergeeft. Het knaagt gewoon aan mij. Mijn excuses, sorry. En ik heb het gelijk gecorrigeerd en ik heb gelijk goed gepraat over jou. Want dat is ook een voorwaarde. Dat je, waar je ook gepraat hebt over die persoon, in het slecht, moet je hem in het goede gaan noemen. Dus als jij via Facebook iemand hebt aangevallen. Of iets hebt gezegd over iemand, dan moet je in die Facebook weer allerlei berichten gaan sturen. Of als het via WhatsApp, via Instagram of via Snap. Maakt niks uit welke methode je hebt gebruikt. Dan moet je die methode weer gaan gebruiken om over die persoon goed te praten. Als die niet meer bestaat of hij is overleden of wat dan ook, dan blijft het eerste wel bestaan. Dus dat moet je wel doen.
En je moet dua voor hem doen, zodat Allah subhanahu wa ta'ala, tot Allah subhanahu wa ta'ala ziet. Je moet zoveel dua doen voor die persoon, tot Allah ziet dat je genoeg dua hebt gedaan van... Als hij in het leven zou zijn en hij zou zoveel dua hebben gedaan voor hem en zo gevraagd, dat hij zou zeggen, is goed, ik heb je vergeven. Anders blijft het een zwarte punt in je hart, die wordt niet weggewist door gebed. Roddelen wordt niet weggewist door gebed. Dat wordt niet weggewist door, zelfs Ramadan niet. En zelfs het hajj niet, en dat is het grootste. Zelfs het hajj niet. Waarom denk je dat mensen, voordat ze naar hajj gaan, wat sturen ze dan? Even, ik ga op hajj, alstublieft, vergeef mij allemaal, als ik jullie iets heb aangedaan, of wat dan ook, vergeef mij. Ja, is leuk en aardig die app, maar ga langs. Jij moet langs gaan en aankloppen van sorry, als ik jou iets heb aangedaan, sorry, vergeef mij. En Allah subhanahu wa ta'ala zal jou dan vergeven. En als je die vergeving hebt, elke vergeving is een schoonmaakmiddel voor je hart. En als iedereen jou heeft vergeven en je gaat niet meer, je begaat geen zondes meer, dan heb je inshallah ta'ala een zuivere hart. Onze harten, die zitten tussen ziek en genezing in. Genezing hebben we nog niet, maar gezond, ziek en gezond. Maar gezond, geloof me, hebben we niet. We hebben wel, sommige van ons hebben een hele zieke hart. Sommige hebben wat minder, sommige van ons hebben wat middenmaat. Soms hebben we alleen maar van die kleine zondes, dat hun dus harten een beetje ziek zijn. Maar wij moeten deze Ramadan, we hebben nog alleen maar 14 dagen te gaan. Alleen maar 14 dagen, maar dan is het al voorbij. Vandaag 15e, toch? 15e vandaag. 15 Ramadan. Nog 14 te gaan. En wat hebben we gedaan in deze 15 dagen? Als je je tijd nu goed gebruikt, de laatste 10 dagen, die komen eraan. Ik wil dat je ook die goed gaat gebruiken, insha'Allah ta'ala, voor je verzuivering van je hart. En voor je genezing van het hart, om die gezonde hart te krijgen, inshallah ta'ala, en te hebben. Daarvoor hebben wij ook, inshallah ta'ala, in islah, vanaf dinsdag eigenlijk, gaan wij i'tikaf doen, inshallah ta'ala. Dan zijn we daar 24-7 gewoon in de musalla. Er zijn korte lezingen, veel Koran, veel dikker. En adviezen, inshallah ta'ala. Maak daar ook gebruik van. Je bent van harte welkom. Als je tijd hebt of kunt maken, kom voor 1 dag, kom voor 2 dagen, kom voor de 5 dagen, kom voor 10 dagen. Je bent van harte welkom. Kunnen we samen, inshallah ta'ala, aan het genezen van onze harten werken, aan het verzuiveren van onze harten werken. Sowieso wil ik jullie allen uitnodigen voor 9 juni, zaterdag. 9 juni, zet het al vast in jullie agenda. Dan, inshallah ta'ala, hebben wij ook zo'n tazkiyat an-nafs, gaan we ook in het weekend. Wat we al eerder hebben gedaan, aan het begin van de Ramadan. En het was een hele geslaagde weekend, alhamdulillah. Een nacht. Dan blijven we vanaf de asr samen. We doen iftar samen. En we blijven samen tot fajr, of tot na fajr zelfs. Met de Koran lezen, tarawih, tahajjud, etc. Het is voor de broeders en zusters. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Zet het in jullie agenda, inshallah, de 9 juni. Vanaf de asr, dus we beginnen met de asr. Tot en met fajr, inshallah ta'ala, tot na fajr zelfs. Om te werken aan onze harten, inshallah ta'ala, om die te verzuiveren en dichter bij Allah te komen. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqani wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.